I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Why you have to be such a faggot to fly on this carpet? A whole new world. A whole new world. Full of square blocks, can you see? See. A whole new adventure. Adventure. Diversity. Diversity. Deel 2. Wat kun je zien? Leuk dat jullie kijken. Jezus, wat een kut intro. Oh, serieus? Ja, gewoon serieus. Mijn naam is Milan en ik speel samen met Don. Ja, hey. Hallo. Mooi. En we hebben net voor jullie gezongen. Alsjeblieft. Geef het maar een cijfer. Dit is Diversity 2. Diversity is namelijk een van de beste mappen van fucking heel Minecraft. Meest gedownload op zo'n website. Curse, geloof ik. En ja. PC Gamer, dat is echt een bekend blad ding. Website shit. Ja. En die gaf het nummer 2 beste map. Dat is de vorige. Dit is de nieuwe. Dus dit wordt echt briljant. Dit wordt echt super. Wat wordt dit? Geweldig! Nee, briljant, zei ik net. Oh. Dus dit wordt briljant. Wij gaan gewoon, denk ik, hier even opstaan. En toen kwamen we erachter dat hij niet werkte. Pieter! Dus we zijn aangekomen in de map. Ik heb even een andere texture pack aangezet, want dat adviseerden ze. En? We zijn ergens anders. Wij moeten beginnen. Dit zijn allemaal dingen die erbij horen. Je kan het heel moeilijk lezen, maar... avontuur, arena, triviant, parcours, ontsnapping, iets met een doolhof, een dropper... survival, een stukje puzzel en een baas battle natuurlijk op het eind. Een baasgevecht. Laten we beginnen met de introductie hier, Don. Oké. Gaat u voor? Dit is onze eerste keer dat we samen een Minecraft map doen die leuk is. Hoe weet je dat die leuk is? Omdat de vorige... Ja, weet niet. De tekst zit te trippen. Ja, ga er ook eens heen als je wil. Oké. Ik heb een dead bush. Ja, die had ik net ook. Is dat de introductie? Nou, wat een verwelkoming. Warm. Wat de hel, man? Wat is dit? Oh, hier kunnen we... Hoppakee, kijk, dit is chat spacen. Oké, nou, dan gaan we naar de volgende. Dat is adventuren. Is het? Maar, waar ja, is de adventuren? Daar kunnen we niet doorheen. Wacht. Nee, ik snap hem misschien. Want er stond bij insert item. Dead bush. Hierin gooien. En gebeurt er geen ene... Oh, nog meer space nog in meer de tekst. Wat was er? Oh, ja, kijk. Oh, escape snel. Is open. Oké, daar gaan we. Dan gaan we escape dus eerst doen. Oh. Holy shit. Dit ziet er leuk uit. Dit ziet er... dat wou ik zeggen. Dit ziet er leuk uit. Nou, oké. Dan is het jouw opmerking. Die is van jou. Yes. Oké. Okay. Oh, er zit gelukkig maar één boek in. Word snel rijk. Wat? Is dat wat het zegt? Ja, welkom. Ja, kijk maar. Lees het boek maar. Ik lees met je mee. Pak maar een boek, lees het maar. Oh. Diversity 2 is een multi-map met verschillende shit. Het goal is om een monument compleet te maken... Door verschillende volle blokken te vinden die door de hele map liggen. Warning. Als je een branch laat liggen met de hub, dan gaat alles van je inventory weg. Oké. Geen game comments intypen zoals TP, game mode en GIF. Oké, nou is goed. Dat zullen we ons dan houden. Maar zolang je in de modus blijft, zal de map automatisch shit doen die je wil. Oké, nou duidelijk. Nou, dat was het volgens mij. Oké, thanks for playing en bla bla bla. Nou, let's go. Oké. Dit is al wel heel erg tof, man. Heel erg trendy. Ja, inderdaad. Het is, trendsetters. Trendsetter 2014, yo. Ja, ik kon op niks beters komen. Nee. Sorry, man. Hier is een knop. Wat? Druk er maar op. Ik ga de knop drukken. Wow. Insert wool into the chest. Heb jij een wool? Ja, heb ik. Hoppakee. Wat gebeurt er? Analyzing item. Dus hij is nu aan het controleren welk item dat is. Ik vertaal alles. Oh,
Oh, what the hell? Deze ging omhoog. Oh, oh shit. Wat de fleurmeuren. Oké, dat was best vet. Goed, zo. Nu weet je hoe je een monument moet bouwen. Nou, wat prachtig. Oh. Oh. Huh? Oh, daar. Wow, 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 wow. What the fuck? Oh my god. Dat was een mooi trappetje. Episch. Er zijn nog 10 meer. Haal ze. Ik ga alles namelijk vertalen in deze map. Het is allemaal Engels, okay. Maar ik vertaal het gewoon voor de makkelijkheid voor iedereen. Ja. Waar beginnen we mee? Aan jou de keus. Ik zou zeggen adventure, maar jij mag drukken, dus je gaat gegarandeerd iets anders doen. Nee, we kunnen gewoon het rijtje af. Oké. Adventure wordt het. Adventure it is. Oranje. Oké, dat is zo vet gedaan. Hoppakee. Oké, wat? Oh, all players. Ja. Alle spelers moeten erin voordat je geteleport kan worden. Oh joh. En nu transporteert hij ons. En what? Hebben wij een introductieboekje. Oké. Ga alvast de tweede pagina lezen. Jezus, tering de mering. Nee, dat kan helemaal niet, want dit is mijn boek. Oké, wacht. Ik ben aan op zoek naar een housekeeper. Oftewel een schoonmaakster. Voor jaren nu. Maar ik denk dat ik eindelijk het weet of zo. Een man genaamd H. Orange. H. Oranje. Oké. Hij heeft gebeld. Hij zei, hallo? Is this my house? Maar hij gaf me niet echt veel details. Dus ik hoop dat hij in de buurt is. Het is een interessante plek. De torens zijn best groot. Maar dat is geen probleem voor mij. Want hotelwerk maakt het redelijk snel omdat er stairs zijn. Nou ja, omdat er trappen zijn. Nu ik erover nadenk. Professor Orange, die zei niets over een sleutel. Maar er moet ergens een sleutel zijn. Oké, dus samenvatting, Don? We moeten een sleutel vinden, denk ik. Maar kunnen we de deur niet gewoon letterlijk nu? Oké. Nou, dat is best vreemd. De voordeur is unlocked. Is gewoon open. Oké. Oké. Wacht, wat is dit? Wat is dat? Worthless Threat. Oké, nemen we dat mee of niet? Ik heb een empty bowl. Nou, ik neem hem mee. Wat is dit? Het lijkt erop dat professor Orange niet hier is om mij te groeten. Ik kan het best even rondkijken en ik vraag me af of er iets belangrijks zit in die drawers. Lades. Oh ja, in die lades. Ja, hier. Dus die boek. Watch. Worthless thread. Hier zit niks in. Pot en een bloemetje. Een hanger heb ik. Well, dat is wel interessant. Maar dit zijn ook van die hendels. Ik heb een boek. Oh, kijk. A rifle. Deze mansion. Het was gebouwd door ene Gordon Le Brouwer. Maar dat is geen. Maar dat is niet interessant, zegt hij. Oh. Oké, jij mag de rest lezen. ik doe gewoon ons de beurten. Oké, Gordon Le Brouwer. Maakt niet uit. Blijkbaar was het zijn vakantiehuisje. Hij heeft deze locatie. Of nee? Ik heb deze locatie hartstikke goedkoop gekocht toen hij doodging. Maar het is wel een vreemde locatie voor een vakantiehuisje. Deze man houdt waarschijnlijk heel erg van donkere bossen. Ik hou er wel van. Het is een perfecte plek om mijn experimenten te doen. Even kijken. De layout, hoe deze plek eruit ziet van deze plaats is een beetje vreemd. Maar, even kijken, maar door deuren toe te voegen is dat niet zo'n groot probleem. Oh. Wel, aan het werk. Oké. Dat is wat er stond, ja. Nou, laten we dan maar aan het werk gaan. Het is best moeilijk om tekst te lezen en meteen te vertalen, maar het is wel het makkelijkst voor jullie. Ik ga gewoon echt overal klikken. Oh, left hall, hier, linker hall. Oh. Deze deur is op slot. Ik gok dat ik deze moet openen aan de andere kant. Of via de andere kant. Oké, wacht, dan ga ik de right hall proberen. Oh, de right hall is open. Ik neem trouwens alles mee wat ik in drawers en zo shit vind. Oeh, ik heb trouwens nog een boekje. Zal ik hem voorlezen? Ja, doe maar. Oké, het boek heet Four Towers, Vier Torens. Even kijken. Eigenlijk bij een tweede blik de layout van deze locatie is eigenlijk helemaal niet zo vreemd. De vier torens zijn perfect voor wat ik in mijn gedachten had. Elke toren heeft wel een eigen probleem. De eerste toren is compleet overgroeid. Het is een doolhof
om naar de top te komen. De walkways? Waarschijnlijk de hallen van de tweede toren have undergone decay. Nou, dat ziet er waarschijnlijk wat shit uit. De derde toren, of nee, de wiring. De bedrading in de derde toren is helemaal shit. Whacked out. Elke keer als ik omhoog wil, krijg ik weer een andere reroute. En de vierde toren is het meest verschrikkelijk. De spiraaltoren, de spiraaltrap omhoog is een van de vreemdste dingen die ik ooit heb gezien. Ik moet er maar gewoon fucking deal with it. Ze noemen me niet een genie, hoe noemen ze dat? Een genius voor een reden. Okay. Staat er serieus. Nou, dan moeten we dat maar doen. Dit is een best raar gat in de muur, als je het mij vraagt. Ik vraag me af wat daarachter zit. Ja, ik ook. Ik probeer... Ja, zie je het zien? Nee, ik kan het niet zien. Oké, nou, helaas. Hanger. Boekje. Greenhouse. Oh, dit is... Jezus, we zijn in de wietplantage gekomen. Nee, dit is waarschijnlijk zo'n experimentkamer of zoiets. Laten we... Oh mijn god, ik kluk op knopjes en er gebeurt van alles. Oh, gadverdamme, joh. Jeetje, dit lijkt wel... Ja, dit is een wietplantage. Dat kan niet anders. Zeker weten. Mijn vader had ook zoiets in de schuur. Stop daar maar mee. Daar gaan we het niet verder over hebben. Dat is dit. Hier, First Tower. Zullen we daar al meteen heen? Of moeten we nog eerst even om de hoek hier zo? Nou ja, uiteindelijk moesten elke toren checken. Dus, weet je, het maakt niet echt... Laten we gewoon de eerste toren doen. Oké, ja, want ik zie hier nog een boek met rooms. Maar die check ik dan straks wel. Dan gaan we eerst wel even de eerste toren in. First Tower. Ja. Oké. Oh, een parcoursje dus. Ja, oh, hier, First Tower. Ik heb een boek. Oké. Eigenlijk, deze towers, deze torens maken me best gek. Ik was niet echt... Ik was al een beetje gek. Maar nu ben ik gek. Wat? Omdat ik al gek ben. Tenminste, dat is wat mensen zeggen tegen mij. Nou ja, ik verwacht dat het best gekker wordt. Maar is er iets gekkers? Beste gekke vraag. Dat staat er gewoon. Wat? Dit is misschien het meest overgegroeide sectie van het huis. Maar geen zorgen. Ik snij mezelf een pad door de overgrowth. Dus door het shit heen. I have to get this mirror plate to the top for my contraption to work. Oké, ik moet iets met een mirror plate doen. Okay. Dus wij moeten iets naar boven krijgen. Je kan via die kant omhoog. Heel nice. Heel nice. Ja, ik probeerde het net al via die laddertjes, maar dat werkte niet. Ik ga via deze kant. Oh, dit meen je niet. Oké. Doolhof? Dit is een doolhoffetje. Oh, mijn kutje. Ik heb hier zo'n hekel aan. Oh, nou. Ik heb hem denk ik al gelijk gevonden. Oh, geen hekel meer. Nou, er is nog een deel 2. Oh, er is nog één. Ach, hekel weer. Terug. Andere kant terug. Op. Oh, nee. Andere kant op. Oh, wat? Andere terug. Oh, nee toch. Dit is wel de verkeerde. Dit is gewoon een verkeer. Ik denk hier overheen. Dan... Nee, dat mag toch niet? Of wel? Tuurlijk, waarom niet? Als ik dat ik zie hier nog een ladder. Huppa. Dit is die ladder van net. Nee, toch? Oh nee. Oh mijn god, ik ben nu alweer de weg kwijt. Kijk. Ja. Volg mijn naam. Komt helemaal goed. Hoppakee. Ik heb ook echt een hekel aan doorhoofd. Een mirror switch. 1 of 8. Oh my god, we hebben er gewoon 8 nodig. Fuck dit game. Ja. Oké. Hier verder is weer een trappetje naar beneden. Indrukwekkend. Oh, en nog een trappetje naar beneden. Ik denk dat we nu weer gewoon terug moeten naar waar we waren. En dan vanaf daar die rooms moeten checken. Wat is dit? Maar we hebben echt 8 van die dingen nodig. Dat zijn echt keiveel. Moeten we niet verder in de toren? Want ik heb het gevoel dat er echt eigenlijk nog belangen na niet bij de top zijn of zo. Jawel, denk ik wel. Ja? Oké. Ik denk dat we alleen die switch nodig hadden. Toch? Dat is een mirror switch. Ja, een mirror switch. Dat stond ook in dat boek. Dat er maar eentje hier was of ik zo. Ik moet deze mirror plate halen op de top voor mijn contraption to work. Dus voor mijn bla 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 om door te werken. Ik weet niet. Oké. Heel moeilijk Engels woordje hoor. Oké, hier heb ik nog een boek en daar staat rooms.
Sommige in deze kamers zijn raar, om het op zijn minst nog uit te leggen. Uiteraard is er een man die dit heeft gemaakt of bedacht. Die verwachtte nooit gasten, tenzij de guestroom al leeg was. Bedoeld. Hè? Oh, okay. Ik zal doorgaan en ik ga dit inrichten voor de housekeeper die ik heb gehuurd. Maar ja, naast de guestroom, wat zit er in de greenhouse? Want waarom zit er een greenhouse in een vakantiehuis en een privétheater? Kom op, dat is just extravagant. 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 Dat is een beetje overdreven. Dat is ook een Nederlands woord. Dat is toch een beetje, dat is toch overdreven? Extravagant, ja, het is gewoon een beetje apart. Ik ga niet over, wacht even, wat stond er nou? Ik ga niet klagen, want de surround sound is amazing. Dus het theater heeft waarschijnlijk geluid. En dat zou geweldig zijn. Oké. Oh, ik klik van alles aan. Oh, dat is het licht. Oh, ik heb het licht uitgedaan. Nou heb ik het licht weer aangedaan. Oh, ik heb een boek. Genaamd The Housekeeper. Welkom. Als je dit aan het lezen bent, dan ben je mijn nieuwe... wat is housekeeper? Een soort schoonmaker. Ja. Sorry dat ik er niet ben om je te begroeten, maar ik heb een paar andere dringende zaken. Als je hier eventjes kunt wachten, dan zou dat geweldig zijn. Ga niet maar zomaar even verkennen. Er is te veel classified, verboden. Laten we het privé. Privé equipment hero. Wat? Er is... Wat? Ja, er zijn te veel privé spullen hier, ja. Ja, classified equipment. Ja, gewoon privé spullen, ja. Ja, privé spulletjes. Voor je. Als jij de technologie daarachter zou in je handen zien te krijgen, dan of de overheid zal... nou ja, weet je wat, blijf hier maar gewoon. De keuken is verderop in de hal als ik niet de volgende ochtend terug ben. Gevonden... Oké, je hebt de keuken al? Ja, ik heb de keuken gevonden, maar er zit verder niks bij. Ik weet niet hoe je hem open moet maken. Misschien met die switch? Denk je? Alhoewel, dat is misschien een beetje... Ik weet niet of we hem daarvoor mogen gebruiken. Ik weet het niet. Wacht, anders gaan we gewoon even... Wacht. Oké. Oeh ja, dit is een lastige. Ja, ik weet niet. Ik wil die switch nog niet gebruiken. Want ik heb het gevoel dat we dan anders het verkloten. Maar er is voor de rest niks hier. Nee. Mirror switch. Ja. Wat zou die verdienen dan? I don't know. Hmm. Heb jij niet echt iets van een pressure plate of iets in de geest? Een lever? Nope. Een hanger. Maar... Ja, ik heb ook twee hangers en worthless thread. Maar dat zouden we technisch gezien kunnen gebruiken. Maar die mirror switch kan ik niet eens plaatsen. Oh. Dus dat is hem niet. Oké. Dat is misschien niet hoe die open gaat. Ja, misschien is er dan nog iets in de toren of in de guest room. Ja, want ze zeiden er is privé spul, hè? Ja, exact. Dus er zou gewoon iets kunnen zijn wat die deur zou kunnen openen. Wat is dan privé spul? Ergens onder die mat. Speciaals. Wacht, mirror switch. Is er ergens een spiegel? Weet ik veel. Want als er ergens een spiegel is, moet ik hem misschien dan daarop gebruiken. Ik weet niet. Helemaal wat. Ja, maar volgens mij zijn er helemaal geen spiegels in Minecraft, of wel? Oh, wacht, ja. Dit is 1.8 natuurlijk. Misschien ook wel. Ja, ik weet het niet, joh. Wacht, ik ga even terug. Ja, maar niet in echt een letterlijke spiegel, maar gewoon een... Iets wat een spiegel zou moeten vertegenwoordigen. Ja, wat erop lijkt, zeg maar. Ik ga nog wel even in de toren kijken. Of in ieder geval in de greenhouse. Oh kijk, ik heb al gelijk de toegang tot de second tower gevonden. Oh, huh? Hoe dat? Ja, die zit ook bij die greenhouse. Oh, dat wist ik niet. Nee, dat wist ik ook niet. Ik zie hem opeens staan. Ik denk, hey, nou, dat is mooi. Waar, hier? Oh, ja, verrek. Nou, dan gaan we hier wel eens in. Ja, misschien dat we dan via de second tower naar een andere locatie kunnen of zo.
We nemen gewoon allemaal spullen mee, hè? We zien wel wat we... Ja, ik neem echt alles mee. Hebben. Maar ik heb een boek, The Second Tower. Even kijken. Nou, dit is niet echt wat ik verwachtte. Een lang laddersysteem naar de top van de toren en een zwembad aan de bodem. Wat is het volgende? Een doolhof van heggen? Oh, wacht. Nee, dat was al in toren nummer 1. Ja, schilderij weg. Oeps. Mijn gedachte is nu al aan het wegvagen zo snel als ik oud word. Nou, ik ben, determined, toegewijd om dit experiment te beëindigen voordat ik het weer vergeet. Haha, pak dat, vergeetheidig dingetjes. Je bent zojuist... Ja, deze tekst al. Ik weet niet wie dit heeft geschreven. Nu alleen, weet je wat we gewoon afspreken? We gaan gewoon zo'n boek voortaan pakken en dan lezen we het gewoon. Dan lees jij het zeg maar gewoon en dan haal je de belangrijke punten eruit en dan vertel je de belangrijke punten. Zullen we dat doen? Dan kan ik gewoon doorspelen, want het is echt drama. Oké. Dit is een nice... Oh, dit is een goede keuken, man. Misschien moet ik wat koken, want ik heb honger. Ja, misschien wel. Megaswetch! Die zat in de furnace? Ja. Oh, lol. Ik heb trouwens wat eten voor je, hier. Oh, huh? Kom je daar aan? Ja, die zat net, ik weet niet, in een van deze kistjes of zo. Oh, kijk, die rechterkist had ik gepakt in die linkerkist. Oh, hier is een robotic. Oh, pak jij dit boek? Oké. Ja. Pak even al dat eten. Maar ik heb helemaal geen honger. Ik, Nee, ik ook niet, maar maakt niet uit. Eens even kijken. Gaat om het idee. Nou ja, voor de rest zit hier verder helemaal niks. Even kijken. Hier kan je niet op drukken of wat dan ook. Hop. Kist. Oh, hier zit ook al mijn eten. Neem ik ook wel even mee. Dankjewel. Beste kok. Kok. Met K-O-K. Dit is... Oh, we zijn nu in de kitchen. Dus aan de andere kant. Oké, dan hoeven we dat niet te openen. Oh, ja, nee, dat doe ik. Maar vertel. Those mirrors look important. Nee, dit is gewoon daadwerkelijk het persoontje van het huis. Van die zit van, de robotic chef die ik heb gecreëerd is eigenlijk niet zo goed zoals ik wil. Maar het oranje experiment, dus de orange experiment, heeft prioriteit. Voor nu ga ik gewoon even veelste... Deed jij dat? Dat je alleen maar rondjes kan maken. Rennen. Exact. Ja, ik heb hem!